Ik moet zo echt verder, hoor. Meneer Van Zijl. Ja, ja, is het weer rustig allemaal nu? Ja, het is op dit moment, als u hier bent, is het wel een beetje, geeft dat mij wel een soort rustig gevoel. Ja. Maar, mevrouw van de Pos. Pos. Wat zegt u? Pos. Pos, mevrouw Pos, weet u wat het is? U zit hier nou vanaf, wanneer is dat? Gisterochtend. En de verjaardag is nou gewoon voorbij. Dus het lijkt mij gewoon goed dat ik dan die taart in de koelkast zet. En dat we dan eerst gewoon lekker een hapje normaal gaan eten. Met z'n tweeën. Kijk, lekker worteltjes en wat, wat is het? Stoofvlees, geloof ik. Ja, nou, ik begrijp wat u zegt. Ja. Maar ik wil ook niet in de situatie geraken straks, dat als straks mijn zoon komt en ik zeg neem een stukje taart, nee, dat ik dan moet zeggen, nee, nou wat gezellig, hè, maar mama doet niet mee, want mama zit vol. Nee, maar wat mij ook ongezellig lijkt, dat lijkt mij heel ongezellig, is dat u zo meteen hier als uw zoon komt als een soort van vaatdoek hier in de stoel hangt. Ja? Omdat u gewoon te weinig hebt gegeten. Dat is ook niet leuk. Nee, maar dan zeg ik niet. Nee, maar wij zaten gisterochtend hier, toen zou uw zoon komen. Zaten we hier ook, zou uw zoon komen. Zaten we hier gisteravond ook, zou uw zoon komen. Vanochtend zou uw zoon ook komen. Ik heb uw zoon nog niet gezien. Nee, ik ook niet. Ik heb hem niet gezien. Maar de situatie is ook veranderd. Ja. Dat ik nu gehoord heb dat het vliegtuig vertraging heeft opgelopen. Oh ja. Vertraging opgelopen, want hij moet uit Amerika komen. Komt hij uit Amerika? Hij komt uit Amerika. Oh. En hij moest een tussenstop maken. Ja. Hij heeft te maken met een jetlag. Ja. Hij heeft te maken met tijdsverschillen. Ja. Hij heeft te maken met overstappen. Ja, nee, dan duurt het ook dan vaak. Duurt het langer. Maar, een tijdje. Dan duurt het langer. Toen dacht ik, nou dan wacht ik nog even en dan. Ja, precies. Waarvan in Amerika komt uw zoon dan? Uit Tennessee, Texas, Tennessee. Texas, Tennessee. Ja. Want het is vaak zo leuk, die kant van mij, daar zit ik dan vaak aan te denken. Ja. Zo aan Pimpie en Pukkel. Ja. En Pimpie, dat is er dan zo eentje, die heeft dan zo'n, ja, bijna een soort dopneus, is net een clowntje. Ja, dat net heeft hij net ook al verteld. En Pukkel, die heeft dan zo'n klein, bijna een soort moedervlekje op zijn voorhoofd zitten. Dat is goed zo. Nou, dat zijn leuke gedachten en daar moet u nou de hele tijd aan blijven denken. Aan die leuke, lieve katjes van u. Ja. Hè? En dat u daar dan gewoon aan blijft denken. Of aan het eten van een taartje. Hè? Dat zijn ook leuke gedachten. Want we kunnen niet de hele tijd op bed blijven liggen. Dat kan gewoon niet. Dat kan niet. Dat snapt u toch ook wel. En niet zo dicht tegen me aan liggen. Je zit zo dicht tegen me aan. Iets meer afstand. Nee, maar ik probeer nu aan een taartje te denken. Ja, Texas of Tennessee, dat zijn twee, hè? Je hebt dan Texas en Tennessee. Komt u uit Texas? Komt u uit Tennessee? Tennessee. Ja? Of die tennist? Ja. Nee, hij zit in de paarden. Nee. Hij heeft paarden. Nee. Hij zit op een range. Hij zit in de paarden. Oh, ja. Hij heeft een range. Oh, ja? In Amerika. Jeetje. Ja. Gelooft u me niet? Nee, ik geloof u wel, hoor. Ja, ik zie iets aan uw gezicht. Gelooft nee, u me niet? Nee, maar dat is interesse. Ik ga u wat laten zien. Heeft u wat? Ik heb een foto van mijn zoon. Ik heb een foto van de range. Ik heb wat leuk. Is dat uw zoon? Dit is mijn zoon. En dan heb ik hier bij de range. Oh, dat is mooi daar, zeg. Ja. En waar is uw zoon dan? De range is hier, zeg maar. Ja. Hij heeft de foto genomen van naast de range, want de range is hier. Hij heeft runderen. Heeft hij daar de range? Heeft hij paardenstallen? Ja, die heeft hij ook nodig natuurlijk. Ja, om die feesttafel bij elkaar te houden. Juist hem. Ja.
Nou, dat is mooi. Lijkt een beetje op Ameland, nee, hè? Nee, dat is Texas. Oh, oké. Okay. Bed uitkomen, hè? Want als u in bed blijft liggen, dan blijft u die nare gedachten houden. Hè? Dus kom dan maar, dan zorgen wij voor afleiding en dan komt u er nu uit. Ja? Kom maar. Kom eruit. Ik durf niet zo goed, ik durf niet zo goed, zuster. Nou ja, wat is er nou weer? Ik ben er toch bij? Ja, want er zitten vaak van die beesten, die gaan dan ook onder mijn bed zitten. Er zijn geen beesten. Volgens mij zijn ze er wel. Nee, die zijn er niet. Er zijn er wel. Nee, die zijn er niet. Er zijn er wel. Nee, er zijn geen beesten, die zijn er niet. Er zijn wel beesten, zuster. Nee, die zijn er niet. Die zijn er wel. Er zijn geen beesten, ze zijn er niet. Volgens mij zijn ze er wel, hoor, zuster. Nee, ze zijn er niet. Er zijn wel beesten, hoor, zuster. Nee, die zijn er niet. Er zitten beesten onder mijn bed. Nou, goed, dan zal ik die beesten dan nu meteen wegsturen. Hè? Dan wegwezen, allemaal wegwezen. Wegwezen, wegwezen. Meneer Van Zijl wil niet dat jullie onder het bed zitten. Hup, wegwezen. Nou, ze zijn weg. Dus zo zaten ze er toch. Nou, nee, dat hebben ze al gedaan. Hé? Nou, je moet nou een pin in. Een pin. Ja. Nou, het lastige is, hij moet er van de buitenkant in. Ja, dat zeg ik ook, zegt die dokter. Je kan een beetje van binnendoor erin doen. Ja, nee, nou, dat weet jij ook. Als je vroeger een hart-hartverbinding had, dan ging je toch van binnenuit maken met die verbinding. Dat was veel steviger, dat weet jij ook. Ja. Maar hij zegt dat het aan de buitenkant erin moet. Ja. Dat zeg je, kan je heel moeilijk verstaan. Dat is een paar maar. Ja. Nou, hij moet aan de buitenkant erin. Ja. Dat zeg je. Ja, ga maar die niet meer even. Ik zit hierna toch. Ja. Ja, Didi. Hallo. Ja. Nee, ja, het gaat wel. Ja. Hé? Nou ja, er moet nou weer een pin in. Ja. Ja, nee, dat is het lastige, want ze moeten van de buitenkant erin. Met die pin. Ik zeg ook tegen die dokter, maar dat weet jij ook nog wel. Van vroeger, dat deden wij toch met een hout-houtverbinding. Deden wij toch die pin van binnenuit erin. Dan heb je het stevigste resultaat. Vleugelstaart. Vleugelstaart. Ja. Verbinding ja, met een vleugelstaart. Nou, vader zegt het ook. Een vleugelstaart. Nee, maar ze moeten, nou moeten ze van buiten weer gaan snijden. Ze moeten het gewoon niet rond in de hamer. Ja, nou ja, goed, het gaat zijn gangetje. Het gaat zijn gangetje. Gaat zijn gangetje, toch? Ja. Wat zeg je? Oh, Kees. Ja, geef die ook nog maar even. Hoi, Kees. Hoe is het, jongen? Ja. Oh, nou, ik ga me wel staan hier, hoor. Hé? Dit is ook wel... Nee, ze moeten er nou weer een pin in zetten. Ja. Had hij nou vertraging, zei u? Ja. Hoe weet u dat dan? Hij heeft gebeld. Had hij gebeld? Ja, hij heeft gebeld. Waar vandaan dan? Uit zijn vliegtuig. Maar dat kan toch helemaal niet, mevrouw van de Post? Hij wel. Nee, hij dat kan helemaal niet. Hij heeft een stewardess in de arm genomen. En hij heeft gezegd, zus en zo is het geval, mijn moeder dit en dan dat. En de stewardess heeft tegen me gezegd, kom maar even mee naar de cockpit. Oh ja? Dan regel ik dat en hij heeft gebeld en zegt, mama, kom maar aan. Wat goed dat hij dat geregeld had kunnen hebben. Nou, maar weet u wat, mevrouw Post, dat is dan wel goed dat hij gebeld hebt. Want dan weten wij ook gewoon waar we aan toe zijn dat hij iets later komt. En dan kunnen wij gewoon nog voordat hij komt even lekker happy eten. Dan zit u zo meteen lekker in uw vel. Heb je lekker een vol buikje. En tegen die tijd dat hij er is, dan kunnen we lekker aan de taart beginnen. Wat vindt u daarvan? Ja. Hoe ver is het hier? We zijn begonnen net met... Begonnen net? Hoe lang zit jij hier? Vanochtend om 11 uur ging je hier zitten. Hoe laat is het nu? En is er niks gegeten? Zit ze nog steeds voor die malle taart? Nou, nee, maar dat was zo. Ik zat met mevrouw van de Post te praten over... Dat moet gewoon gegeten worden.
Je moet altijd zorgen dat ze iets in hun mik krijgen, ja? Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Verder doet het er niet toe. Ze mogen hier niet zomaar een potje gaan zitten doodgaan. Nee. Dan krijgen ze onderzoek enzovoort enzovoort. Ja. Dus ze moeten iets eten en iets drinken, ja. Begrijp je? Je moet gewoon zorgen dat ze op de een of andere manier die mond open doen. Mm-hmm. En bij mevrouw Pos is het altijd heel makkelijk. Je maakt er of aan het lachen of aan het schrikken. En ze lacht om alles en ze schrikt om alles. Oké. Mevrouw Pos, zeg, zegt u eens ork, ork, ork. Ork, ork, ork. Soep eet je met een vork. Oh nee! Oké. Dat is een goeie. Mevrouw Pos. Ja? Ach, god, mevrouw Pos, dat ben ik helemaal vergeten te zeggen, maar er is net gebeld dat uw zoon dood is. Oh nee! Maar mevrouw van der Post, dat... Ja, ze vergeet alles meteen weer. Ze vergeet grapje. Kom maar, ja, is grapje. Huppatee. Nou, zo gaat dat. Begrijp je? En ga jij nu de slingers eventjes weghalen? Hè? Want anders blijft ze maar denken dat ze jarig is. Oh, en voordat je het weet, denkt meneer Faber dat hij jarig is. Of denkt meneer Beekman dat hij jarig is. Of denken ze dat ik jarig ben. Hè? Dus dat ga je nu doen. Begrijp mevrouw van der Post? Ja, ga nou maar eventjes aan de gang, hè? Dan heb ik echt helemaal niks aan hier. Nou, het beste nog eventjes een beetje anders ingieten. Zo, dat zit goed. Dat zit goed. Dus even kijken. Ja. Hey, meneer Faber. Dag, kleine lieve zuster. Ik kan er net niet bij, hoor. Dat zit goed vastgemaakt, zeg. Dit met de slingers. Wat zegt u? Met de slingers. Met de slingers? Ja, kijk, hoor, dan moet je oppassen, want direct ga je weg. Dat is feestelijk, hoor. Ga je de beugel? Dan moet je dat stevig vasthouden. Ja, dat is, dank u wel. Oh, god, man. Dat zit me toch een partij vastgemaakt. Vroeger, mijn vrouw en ik hebben vroeger gewerkt bij het circus. Wat zegt u? Bij het circus. Bij het circus? Daar waren hele grote clowns. Buzio, dat was een hele grote clown. Wist je wat? Buzio, dat was een hele grote clown. Die was analfabeet. Oh? Maar iedereen die lachte zich een hoedje om die vent. Ja, natuurlijk, daar was het ook een clown voor natuurlijk. Daar ben je helemaal gek van werd. Weet jij hoe vroeger een tegenstander omspeelde? Het omspelen van de tegenstander. Hoe dat ging vroeger. Wat zeg je nou, Beekman? Het omspelen van de tegenstander. Ja? Weet je hoe dat ging vroeger? Nee, nou ja, met het erom spelen. Nou, zo simpel is het. Ja, ja. Dat is het ook. Ja, ja, zie je wat je zegt. Maar dit is in feite wat je doet. Ja, ja. Zie je links, zie je rechts, binnenkant je voet. Hup, als het tegenstander langs, hoppatee. En het balletje, het balletje rolt zo achter de doel. Zo simpel ging het. Het is heel simpel, dat was toen simpel. Het is nu nog simpel, maar ze maken het te moeilijk. En dan deden we vaak ook acrobatenwerk. Echt waar? Ja, in de piste. Goed, dat is leuk. En dan had je van die danseresjes. Ja. En die zaten dan bij het ballet. Ja. En die danseresjes, die moest je dan oplichten, heette dat. Oh, ja. Eigenlijk een term uit het ballet. En dan moest ik mijn broer vaak optillen. Uh-huh. Want ik was een onderwerker, een cascadeur. Meneer Faber! Ja, dat kan niet hoor. Jezus! Kijk uit! Zo de piste erop. Nee, maar meneer Faber, zet mijn vader op het trappie. Ja, dat lijkt niet goed voor je rug hoor, meneer Faber. Je bent toch niet in paniek, nee, helemaal niet. Nee, maar dat is... Oh, god, dat is niet goed voor uw rug hoor, meneer Faber. Dat moet je niet meer doen hoor. Het zijn van die dingen, van die gedachten die terugkomen als je die beentjes ziet of niet. Dat begrijp ik. Van die zuster. Maar... Ik ga even naar het tuintje halen. Kijk, drie mogelijkheden. Als je
Met de punten. Niet goed. Kan je geen richting geven? Nee. Kan je geen richting geven? Nee. Ga je de andere kant is vreef. Goed? Ja. Voor hartschot. Ja. Goed? Nee. Plaatsen, plaatsen. Met je pas. Ja. Met je voet pas op de bal. Nou. Ja. Wat kies je? Wat denk jij? Nou, ik heb eigenlijk wel zin om een beetje met een effectballetje er gewoon in te schieten. Om mij nou, onder het muurtje. Zo onder school, hè? Ja, goed om een beetje om het muurtje heen te krullen. Dat kon ik vroeger ook altijd heel goed, Beekman. Nee, dat geloof ik. Nee, nee, dat wil ik van je zien. Ja, nee. Dat wil ik van je zien. Ja, ja. Ja, dat wil ik van je zien. Nou, ik weet niet. Ik zal het nog volgende keer één keer proberen. Waar heb je pijn? Mijn vader die was paardenslager. Wat zegt u? Paardenslager? Ja, een paardenslager. Ja, dat en zei u. En als die beesten dan dood waren, dan werden ze aan katrollen aan het plafond gehezen. Aan het wat? Aan katrollen. Ja. En ik steed die buik over, dan kwam alles naar beneden en dan kwam de hele buurt voor een biefstukje. Dat moet een gek uit hebben gezien. Ja, dat is een raar gezicht. Ja, dat geloof ik wel. En dan steed ze die kop eraf. En dan kon je altijd die zachte neus voor zo'n paard voelen. Oh ja? Ja. Ik ben raar in mijn hoofd, zuster. Ja, dat is... Ik ben de kleine zuster. Ja. Ik ga even de zuster halen dan, ja? De grote zuster. Moet u niet bewegen, hoor. Kom dan omhoog maar. Goed zo. En dan... Dit gaat een heel interessant gesprek worden, denk ik. Ja, dan ga je verzeil. Meneer Faber, die had... Ja, ga jij nou maar aan de slag, ja. Ja, het is Sint-Hubertusberg. Wat loop jij hier nou weer te kloten? Wat is dit? Ja? Ja. Ja, dat is goed dat u mij even belt, ja. Ik heb daar inderdaad, heb ik dit even aangevraagd, omdat ik het interessant vond om te weten hoeveel jullie daarvoor betalen. Begrijp je? Dus het lijkt mij goed als we eventjes een paar dingen doornemen. Ja, ja, natuurlijk, daar kan ik ook over terugbellen. Dat maakt verder niet uit. Donder is een eind op. Wat is dit hier? Ga eens even hier weg. Ja. Ik ben net te vol gekomen. Ja, ja. Dat is ook zo. Dat gaan we dan onmiddellijk doen. Ja, ik kijk nog even of ik het hier ergens tussen heb liggen. Maar ik... Even zien. Ja, ik heb hier die papieren. Maar ik heb vreselijk veel te doen vandaag. Dus kan ik daarover terugbellen. Ik zie een met een wit lichtpuntje. Ja, ik heb de heren gezien, zuster. Ja, 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 dat is goed. Dan pak ik dat er gelijk even bij. Dan kijk ik eventjes op. Oh, sorry. Ja, ja. Dank u wel voor de bloemen. Ja, dank u wel. Kijk, zo kan het natuurlijk niet. Als wij het hier gezellig willen houden, dan zullen er toch een paar veranderingen moeten plaatsvinden. Hè? Dan zal er toch een wijziging in jullie gedrag moeten komen. Ik denk toch dat ik strenger moet gaan worden. En dat de regels duidelijker moeten gaan worden. Dus Van Zijl en Beekman... Denk niet dat ik het leuk vind, hè, om dit te moeten zeggen. Maar ik wil jullie de komende dagen niet meer zien. Naar je kamer. Goed. Dan gaan wij ook eens eventjes een hartig woordje spreken. Hè, Rita? Maar... We gaan nu even praten. Oké, okay, ja. Ja? Nou, luister. Er zijn een paar dingen die ik nogal irritant aan jou vind. Aan mij? Ja, aan jou. Oh. Ja, nou ja, kijk, misschien ben je als mens wel leuk, maar als stagiair weet je niks.
Steve. Mama, it's me. Steve. Windmill. Sorry, lang geleden dat ik die heb gezien. Steve, je bent gekomen. Ik had het beloofd, hè? Steve. Zie je er fantastisch uit, man. Je lievelingsjurk aan. Je haar weer helemaal netjes. Fantastisch. Hoe is het hier? Goed. Ja? Verdorie, wat een kleine plek, hè? Ja. Ik hou van de ruimte. Op mijn range heb je 100.000 acres. Overal waar je kijkt is mijn land. Fantastisch. Hoe is het met de koeien, Steve? Ja, fantastisch. De koeien. Ah, de cows. Runderen. Ja. Ik heb er 2000, hoor. Ja? 2000 runderen. En er zijn er geen twee gelijk. Nee. Nee. Allemaal anders. Ik mis ze al een beetje. En de paarden. De paarden. Oh. De paarden, ja, ja, ja. Soms ga ik met de kinderen en mijn vrouw, mijn wife, gaan we een klein stukje rijden op de paarden. En ze zijn zo snel, die paarden. Zo snel. 70 miles an hour. Dat is in kilometers 110, 120 kilometer. Zo. Ja. Vind je het goed dat ik even ga zitten, meisje? Tuurlijk. Ja? Het is een lange reis. Jetlag een beetje, sorry. Dat je me kon bellen? Ja, ik had een beetje oogcontact met de stewardess. Ik zeg van, hey, mijn moeder is jarig, dit en dat. En ze begrijpen het meteen. Goed om je stem weer te horen, na zo lang. Dat ruikt lekker, die taart, hè? Ja. Zelf gebakken? Ja. Ja? Zie je er goed uit? Dank je. Nog even snel een zonnebankje gepakt voordat ik hier ging. Ja. Even ontspannen, weg van die koeien. De koeien? Dit is constant bezig. Met die touwen en die horens vastpakken en op de grond liggen. Ja, even naar moeders. Hè? Ja, it's great to be back. Ja. Ik ben zo blij. Ik ben echt verschrikkelijk, verschrikkelijk blij. Ik ben heel blij. Ik ben zo blij. Ik ben blij dat je blij bent. Ik ben daar weer blij om. Ja. Maar ik heb nog één ding. Want ik ben hier natuurlijk niet alleen maar voor je verjaardag. Ik ben gekomen om je te halen. Nee. En je mee te nemen naar Amerika. Echt? Echt waar. Maar, voordat we vertrekken. Ja. Wil ik een klein puntje van die overvillige taart. Dat mag toch wel? Ja. Ja, geweldig. Maar niet te groot, hoor. Ik moet nog rijden. Dankjewel, Bos. Dat kregen wij altijd eens weer 20 paarden uit verkocht op de veemarkt. Ik voel mijn kamer peuzelen. Steve? Steve?